Yo mensen van Altijd Compilaties en welkom terug bij The Kingdom! Dat had ik al lang niet gezegd, want we waren een week eventjes van het schema. Door een ban van mij op mijn broek. Zoiets weet ik, what the fuck. Maakt niet uit, we zijn weer terug met The Kingdom. En er is zoveel bijgebouwd en ik ga gewoon gelijk beginnen en tegelijkertijd praten. Want ik ben een week gewoon er niet op geweest en... Dit is trouwens een godentempel. Nee, ik ga er niet te veel over in detail. Dit is wel fucking nice trouwens. Ik weet niet wat het wordt, maar het wordt sick. In ieder geval, een week lang heb ik niet op de Kingdom kunnen zitten. En dat is natuurlijk best wel jammer. En ik wil gewoon eventjes jullie laten zien wat er allemaal bij is gebouwd. Want zoals ik net al zei, er is echt veel bijgebouwd. En het eerste wat jullie misschien opvalt als jullie de laatste hadden gezien en niet in Kingdom Tilivia zitten, de muur is fucking nice geworden. Er zit hier een fucking, echt om de hele muur zitten gaten met cactussen erachter. Zodat je, het is gewoon super goed verdedigd. Ik vind het nu al vet. Ik vind het wel kut dat die chunks even niet laden, want het is best wel kloten. Ja, dat is best wel kloten. Maar we lopen gewoon eventjes langs een aantal huisjes. Nou, waarom deed hij het net wel? Daarnet waren alle chunks gewoon geladen, geen probleem. Maar nu moet hij natuurlijk weer naaien. Nou, hier is nog niet zo heel veel, maar hier... De meeste mensen bouwen ook in het noorden. En geloof me, het noorden is helemaal volgepropt met huizen. Dat is niet normaal. Maar in de Skype-chat heb ik natuurlijk wel nog mee kunnen maken wat er allemaal gebeurd was. Bijvoorbeeld Tilivia die had op zondag volgens mij... Adamantium aangevallen. En ik heb heel veel gehoord over Hivar, die gewoon continu de dupe is. What the fuck? Ik hang over het pad. Boom. Oké. Ja, Hivar was dus de hele tijd de dupe. Gewoon aangevallen door Malzahn. De hele tijd door Empire. Het is gewoon niet te geloven hoe vaak hun in hun kont genomen worden door, door iedereen. Dus Tilivia heeft ook veel geholpen, heb ik meegekregen. Hier, dit is toch fucking... Oh my god, ik schrok het fucking hard. Holy shit, ik viel er bijna in. Dat was het einde verhaal voor Jeremy op Kingdom Tilivia. Dus, we gaan het noorden in. Zoals je ziet, dit is het noorden. Dit was gewoon waar we eerst ook langs liepen. Gewoon chill. En hier staat ook ergens mijn huis. Als je het wil bezoeken, prima. Want ik ga het nu niet laten zien. Ik heb het alleen even gebouwd zodat ik er furnaces in kon pleuren en mijn shit kon smelten. Dus ja, dat heb ik eigenlijk alleen maar gedaan. En dit is echt... Wauw. Dit is wel echt het mooiste huisje van Kingdom Tilly. Ik weet niet van wie die is, maar hij is prachtig. Prachtig. Er staan Leven de Koning. Allemaal random shit. Nee, eigenlijk helemaal geen random shit, maar... Ja, het wordt echt gaaf. Kingdom Tilivia wordt meesterlijk ziek. We zitten ook op een eiland, als jullie dat nog niet hadden gezien. Echt gewoon geweldig. Ik loop nu trouwens naar de troonzaal. Ik laat het eventjes zien, want ik heb hier wat over gezien. En het is gewoon fucking nice. Ik weet niet of ik hier mag komen. Maar dat... Ik denk dat als Mark dit kijkt... Sorry Mark. Het spijt me echt heel erg. Echt heel erg. Vergeef het me. Maar hier komen we dus in de troonzaal. En daar hebben wij de zetels. Deze is waarschijnlijk van de koning. Van koning Dylan. Deze is van hertog Matthijs. Hertog Rick. Dan hebben we hertog Mark. Hey Mark, dan hebben we hertog puntje. Hij is dus van niemand, dus daar kan ik dan wel even zitten. Zal ik hem veranderen in silence? Nee, ik maak een grapje. Het zal weinig kans zijn dat ik ooit hertog word. Want ik heb een week gewoon niet mee kunnen helpen met allemaal shit. Ik heb een week niet kunnen bouwen. Terwijl ik zit in het bouwteam. En het... Ik was aangenomen in het bouwteam en de dag daarna, ja hoor, geband. Dus ik heb gewoon een week lang niet kunnen helpen met iedereen om te bouwen. En dat vind ik echt kloten. Dus volgende video zal ik wat productiefs proberen te doen.
Ja, dat zal ik gewoon proberen voor jullie, want dat is misschien wel wat leuker. Maar ik laat nu gewoon eventjes zien wat er allemaal is bijgebouwd, want dat is anders... Ja, ik weet niet, anders hebben jullie zoveel gemist. Hier komen we aan op het uiterste puntje. En allemaal huisjes en zo hier zo. Oh, dat zijn wel allemaal mooi, maar het zijn wel allemaal hetzelfde. Maar dat maakt niet uit. Kan, dat kan. Ik ga weer eventjes naar het midden en ik ga wel eventjes naar een andere kant toe. Oh ja, ik ga jullie de haven laten zien. Dat wordt best wel sick. De haven wordt best wel nice. Best wel nice. Maar dan moeten we eerst eventjes daarheen natuurlijk. En daar lopen we dan heen. En ik wil het eventjes hebben over de bands die hier worden gegeven. Want die worden echt super makkelijk uitgedeeld. Je ziet nu alweer dat er door Ripper heel veel... een aantal mensen zijn van de server afgeflikkerd zijn voor een paar weken. Of voor een week. Of voor een dag. Nou, van een dag die zie je niet meer. Die zag je de eerste dag eventjes. Maar die zijn verdwenen uit het beeld. En ja, we gaan naar links volgens mij in het midden. Hier trouwens gewoon nog steeds farms. Zoals het eerst was, daar waren dieren, maar die waren helemaal afgeslacht door een of andere griever. Eerst, maar we hebben weer nieuwe. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Maar het begint steeds voller te worden in de cirkel. Het wordt echt nice. Cirkel wordt nice. Dit is van de hertog en van de koning. Een huisje. Sorry als ik het niet zoveel laat of niet zo lang laat zien. En dat je denkt. Oh, Jeremy, wat doe je? Ik had er nog zo veel langer naar willen kijken. Sorry, maar er is gewoon veel te veel om te laten zien. Nou, hier is dus de haven. Nice. Super nice. Ik zal. Luc, speciaal voor jou. Ik zal even je huis laten zien. Hier is het huis van Luc. Daar. En hij is zo verdrietig, want hij is precies buiten de muur geplaatst. Dus ze hebben zelf daar een muurtje gebouwd. Alsjeblieft, Luc. Nu gaan we naar de andere kant van de Livia. En daar staat al een beginnetje van de muur die helemaal om de Livia komt. En dat kost denk ik fucking veel resources, maar dat, het komt er wel omheen. En hij wordt echt mooi, ik zweer. Hij wordt echt super mooi. Dus we gaan nu eventjes kijken, daar naartoe kijken. Dat klopt niet, we gaan daar nu even kijken. Ik wil even kijken of ik hier naar binnen kan. Want dit wordt best wel sick. Ah, van binnen is het gewoon nog normaal. Stallen van paarden zijn allemaal gekild natuurlijk door een stelletje grievers. En we gaan nu eventjes naar dat stuk waar die muur staat. Hier is trouwens nog een deel van het dorp. Er zijn gewoon zoveel huizen, jongens. Het is echt... unbelievable blul. Maar hier is het, jongens. Hier is de muur. Een stukje muur. Nog niet eens close vanaf. Want hij is echt nog lang niet af. Hier, dit staat er pas. Het is nog lang niet af, nog lang niet af, nog lang niet af. Dus er moet veel aan gedaan worden. Ik weet niet of ik erin kan. Het ziet daarboven wel ernaar uit dat je erin kan. Maar ik heb geen flauw idee waar je dan naar boven zou moeten. Daar moet je naar boven. Ik zie het al. Dat gaan we natuurlijk... Oh. Nou, ik heb geen zin om dat te kijken. Dus zit hij me nou te volgen of ik niet of ik niet aan het grieven ben of zo? Of het is Luc. Kan ook. Luc, die doet dat ook. Dat is een nice huisje. Proficiat, mooi huisje. Mooi huisje. Maar we zitten bijna al aan de 10 minuten. Dus we moeten nog eventjes snel wat laten zien. Trouwens, ik heb echt een hele harde inhaalslag moeten maken. Dus ik heb gisteren echt tot... tot 2 uur of zo. Oh, dank u, Luc. Het is Luc. Dus ik heb echt tot 2 uur zitten op de... Zo, Jezus man, ik kan niet praten. Op de Kingdom gezeten. Dus ik zal even laten zien in mijn Ender Chest wat ik allemaal heb. Ik heb, zoals je ziet, ik heb een Enchanted Sword en een Enchanted Boog. Ik zal even laten zien wat ik erop heb. Unbreaking 3, Punch 2, Power 4. Unbreaking 3, Bane of Arp, de Lops. Dus echt een kut enchant. Hier heb ik Blocks of Redstone, Saddle, Boek, bla bla bla. Ik ben bezig met een full diamond set aan het te enchanten. Dat klopt. Aan het te enchanten. Maar wat jullie in de volgende video kunnen verwachten, ik heb geen flauw idee. Tenminste iets meer productiefs. Ik heb ook meegekregen dat we nog een keer Adamantium gaan aanvallen. Dus
Dat zou wel sick zijn. Dat ga ik gewoon opnemen. En daar ga ik echt een fucking vette video van maken natuurlijk. Dat is natuurlijk niet te missen. Dus ik hoop dat ik jullie zie in de volgende video. Ik vind het echt vet dat jullie allemaal dit kijken. Het wordt best wel goed bekeken namelijk op mijn kanaal. Voor mijn kleine kanaal. Bla bla bla. Moet groter worden. Ik ben nu in mezelf aan het praten. Ik ga het maar heel snel afsluiten voordat er allemaal onzin uitkomt. Jongens, echt super bedankt voor het kijken. Like alsjeblieft voor een volgende video. Ik hoop dat ik er morgen, dat ik hem er gewoon een nieuwe kingdom op gooi en zo. So on. De hele tijd gewoon, iedere dag. Ik denk niet dat het iedere keer lukt. Als er oorlog is, ik ga hem fucking beast mode. Ik ga er gewoon keihard in en bam, fuck you. Ik ga sowieso wel eventjes een ander zwaard proberen te krijgen. Want ik denk niet dat ze doodgaan van spinnendode 4. Dus ik ga het maar snel afsluiten. Want er komt allemaal hele onzin uit. Dus godverdomme, ik zeg later.